Hoi! Hoi! Sukkel! Hey, hallo. Goedemorgen, welkom op de villa zou ik zeggen. Ja, welkom op de villa. Welkom in mijn kamertje in wat wij dan noemen Villa D8. Wij zijn Villa's en Anna. Ik ben Rico. Ik woon met deze twee wonderful mensen, Lars en Emma. We wonen hier met 10 man. Hier wonen we momenteel met 5 jongens en 3 meisjes. En wij zitten al een aantal weken met z'n allen samen in lockdown. Slaat de verveling al toe, jongens? Nou, zoals je ziet, wij zitten gewoon allemaal dicht bij elkaar. We hebben in huis strenge regels gemaakt. Alleen wij als huisgenoten komen hier zelf binnen. Ja, wij gaan jullie de komende week even laten zien hoe het bij ons eruit ziet in deze rare tijden. Wat doen we eigenlijk zoal? Nou ja, dit. In de avond koken we uitgebreid en drinken we wat biertjes. We koken dus niet per se met z'n allen, soms wel. We hebben ook gebarbecued. We gaan barbecuen. Barbecuen. Maak die knoflook saus ready. Lekker muziekje erbij. Hier worden tomaatjes gesneden. We hebben hier onze schoonmaakster. Ondanks dat wij heel veel vrije tijd hebben, wordt er zo heel af en toe ook nog gestudeerd. En ik zal even laten zien hoe dat eraan toe gaat. Voor Niels is dat gewoon vanuit zijn bed naar de colleges kijken. Ben je aan het doen? Ik ben aan het sporten. Hardlopen is ook een goed idee, jongens. Enjoy it while you can. In het kader van bezigheid hebben we een nieuw project bedacht waarbij we een hoekbank gaan maken met deze pallets. Omdat deze boom daarvoor staat en wij studenten zijn en niet echt de middelen hebben om een boom uit de grond te trekken, doen we het met tafelpoten. Sommigen houden hun kamer netjes bij, anderen iets minder. Emma gaat mijn haar scheren, want kappers zijn natuurlijk niet open. Ik heb geen idee hoe dit gaat uitpakken. Heb je er vertrouwen in? Ja hoor. Ja hoor, oh nee. Vertrouw je het Rianne wel toe, Max? Makkelijk. Ik maak daar gewoon bakken buiten. Dat is pas echt vertrouwen leggen in, man. Zoals je ziet heeft ieder student thuis werkpaarden. En een overdosis sierpaarden. Ja, en natuurlijk lul, ja, onze hond vindt dat echt geweldig dat ze 7 keer per dag lekker naar de Waal wordt meegenomen. Dus die wordt ook goed verzorgd hier tijdens de coronatijd. Nou, even een progress report. Ik zie eruit als een champignon. Ah, allemaal gelukt. 100 boven 100, dus helemaal fresh. Een beetje het leven op de villa is het eigenlijk. Ja. Dus tot de volgende. Bye.